Welkom bij het Lokaal Apeldoorn Journaal van 15 maart 2022. Mijn naam is Chantal Zwaag en vanuit Lokaal Apeldoorn is mij gevraagd de diepte in te gaan met de kandidaten op de lijst. En vandaag gaan we het hebben over wonen. Naast mij Rosanne de Groot, nummer 2 van de lijst. Stel je zo even kort voor. Ja, Rosanne de Groot inderdaad. Ik ben 33 jaar. Ik geboren en getogen hier in Apeldoorn. Mm-hmm. Even dus een uitstapje gemaakt naar, tijdens studie. Maar Apeldoorn, ik moest er toch weer terugkomen. Dus ik ben hier weer terug. Ja. En woon hier met mijn man en 2 kinderen. Oké. Nou, wonen. Ik zie hier vogelhuisjes staan. En als mensen een beetje hebben opgelet, dan hebben ze wel gezien dat er best wel wat vogelhuisjes met Lokaal Apeldoorn erop door de stad helemaal te zien waren. Wat hebben jullie als Lokaal Apeldoorn met wonen en vogelhuisjes? Ja, inderdaad. Die vogelhuisjes, dat is grappig. Het is niet te missen inderdaad. Nee. Hier in Apeldoorn waar ze hangen. Het staat eigenlijk symbool voor wat alles met wonen te maken heeft, waar wij voor staan. We willen in Apeldoorn graag passende woningen voor iedereen. Dak boven het hoofd, natuur inclusief bouwen. Mm-hmm. Het moet een fijne omgeving zijn. Hè. Mensen willen graag ook een woning, ook als ze wat ouder worden, dat ze graag in hun omgeving blijven wonen. Ja. En dan willen we daarin bijdragen in ieder geval dat het ondersteund wordt. Dat ook bijvoorbeeld de flexibiliteit in zit in woningaanpassingen en dergelijke. En dat men gewoon in een fijne omgeving kan blijven wonen. Dus ja. Wij zien zo'n vogelhuisje en dat is een beetje waar je dus hier in Apeldoorn allemaal ziet staan. Als symbool voor waar wij graag wat willen bijdragen aan de inwoners van Apeldoorn. Ja. Fijne wonen met hier in Apeldoorn. Ja. Ja. In principe zijn er de komende 15 jaar zo'n 8000 woningen nodig, als ik het goed heb. Hoe willen jullie dat als Lokaal Apeldoorn realiseren? Ja, het is een behoorlijk tekort. Hè. Dat is wel echt een groot signaal wat er gewoon speelt de komende tijd en de prognoses. Er moet gebouwd worden, daar ontkom je dan niet aan. We willen graag bouwen voor de kinderen van onze inwoners ook. Eventueel met tijdelijke woningen of het uitbreiden. Dat kan het liefst eigenlijk binnen de grenzen van de snelwegen. Maar daar waar het niet kan, want je kan niet alles volbouwen in Apeldoorn. We willen ook gewoon graag dat de ruimte, het groen aanwezig is en dergelijke. En als je er dan niet aan ontkomt, dat ook buiten, net voorbij de snelweg bijvoorbeeld, gebouwd zou kunnen worden. Niet dat je zelf gaat bouwen, maar dat je stimuleert bijvoorbeeld als gemeente in snelle planontwikkelingen en dergelijke besluitvormingen. Zodat het ook daadwerkelijk van de grond komt. Dus op die manier bijdragen daarin te leveren. Dus ondersteunen, het faciliteren daarin met de besluiten. Ja. En hoe gaat Lokaal Apeldoorn bijvoorbeeld zorgen dat jouw kinderen, mijn kinderen, de kinderen van de kijker in Apeldoorn blijven straks? Dat is juist eigenlijk echt ons punt hierin. We willen bouwen voor de kinderen van onze inwoners. Mm-hmm. En dat dus desnoods met die tijdelijke woningen of iets dergelijks. Maar je wilt gewoon fijn houden en dat mensen hier ook blijven. En ook een combinatie van wonen, winkelen, die beleving, evenementen, et cetera allemaal. Dus die combinatie moet er zijn en voldoende passende woningen daarin in te realiseren. Ja. Oké, laten we even kijken hoe Apeldoorn kijkt naar het wonen in Apeldoorn. Yes. Vraag mij wat we moeten doen met wonen in Apeldoorn. Dan kan ik met beginnen met van, er zijn te weinig woningen. Dat weet iedereen ondertussen wel. Maar waar moet je gaan wonen en wat wil je? Ik denk dat je gewoon eens moet kijken naar nieuwe gebieden waar je kunt wonen. Waar gewoon wat groen is en dat soort dingen. Hè, om dat Apeldoornse karakter te houden. Niet alleen maar gaan bouwen in bijvoorbeeld het centrum. Dat impliceert ook nog dat je dan dus eigenlijk alleen maar de lucht in kunt. Appartementen hebben we nodig, jongeren hebben appartementen nodig, studenten hebben appartementen nodig. Maar we zullen ook moeten kijken naar grondgebonden wonen in een mooie omgeving. Dus daar moet je denk ik op richten. Nieuwe gebieden zoeken waar je dat zou kunnen. En als laatste, kijk ook heel erg duidelijk naar dat je niet alleen maar duur of alleen maar goedkoop bouwt. Hou gewoon het brede scala aan mogelijkheden, hou dat open. Dan kun je doorstromen en dan kan iedereen misschien op termijn een keer leuk gaan wonen. Ja, zo denkt Apeldoorn dus over het wonen. Laten we nog even kijken, want er is nog een vraag speciaal voor jou. Yes. Nou ja, ik heb net gezegd wat ik heel in het kort vind van wat we moeten doen. Maar wat gaan jullie daar dan als Lokaal Apeldoorn? Ja, veel vraag naar woningen dus, dat is duidelijk. Wat gaat Lokaal Apeldoorn daaraan doen?
doorzetten wat we eigenlijk al een beetje daarin in gang hebben gezet en onze bijdrage aan hebben geleverd. De 1400 woningen die gepland en waar al een beetje de sporen van zichtbaar zijn bij Keijsmolen Noord en bij Veldhuis. Mm-hmm. Daar zo. Dus die vaart en die actie moeten we erin houden. Dat willen we graag. En niet alleen eensgezinswoningen, alle soorten woningen. Dat is voor starters, tijdelijke woningen, studentenhuisvesting, voor ouderen, daarin de passende voorzieningen. Woonwagens, woonboten, et cetera. Dus voor diversiteit aan aanbod, daarin voor iedereen wat wils. Want het is nodig. Ja, ja, duidelijk. Ja. Dankjewel voor je toelichting op dit onderwerp. Graag gedaan. En morgen, dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde kanaal, maar dan met een live verslag van de verkiezingsuitslag. Samen met Lokaal Apeldoorn dus op weg richting die verkiezingen van 14 tot 16 maart. Het is bijna zover. Je kent het credo voor de verkiezingen. Stem Lokaal Apeldoorn juist nu. We wensen je nog een hele fijne dag.